Dit was dus vroeger de oude V&D-gebouw. Nou, valt niks meer van te zien. En hier komt dus de Turk in. Ja, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet... Oh ja, ik mag jou er nieuw. Automatisme. Doe ik dat. Nee, hoeft niet. Nee, maar hier komt dus... Ik weet niet hoe die heet, maar dat maakt niet uit. Ja. En de, ja, Ossan. Ja, Ossan. Ja, maar hij gaat wel op vooruit. Vele malen beter. Ja, klopt. Mogen eventjes een kijkje nemen. Zo. Doe het even zo. Ja, we mogen een klein kijkje nemen. Over anderhalve week gaat hij open. En, maar dan zijn jullie al open als deze online komt. Kijk, wauw. Wauw. Mooi boompje. Kijk, kassa's. Kijk dan. Mooie vloer ook, hè. Dit is gaaf. Nee, maar die vloer is gaaf. Deze. Dat vind ik heel gaaf. Zo. Ja, ik wou zeggen, dit is in één keer pats, ja. Wauw. Heel mooi. Wat een ruimte, hè? Ja. Zo. Keukentje over anderhalve week. Zo dan. Kijk. Deze wafelstoel komt straks daar in de Wauw. Nou, zo komt het eruit te zien. We zijn aardig bezig nog. Ze zijn druk. Mooie tegels ook. Het lijkt er hier dat het blauw is, maar het is gewoon groen. Kijk, hoe dichterbij je komt. Ook gelijk. Ik mag hier filmen, dus nu. Maar je ziet het dus ook dat dit gewoon groen is. Kijk, dat het gewoon mooi groen is. En zo ziet het dus eruit als je dus aan deze kant staat. Gaaf hoor. Wauw. Dat is heel gaaf. Nou, ze zijn dus hier nog lekker bezig, maar over anderhalve week dan moet het hier open zijn. Dus als ze open zijn, dan ga ik ook hier kijken. Ook weer een nooduitgangetje. Ook weer helemaal doorgetrokken met hout. Dat zie je overal terug. Nou, ik ga eerst eventjes helemaal en naar de andere kant toe eventjes en door die raampjes heen kijken. Ja, eigenlijk loop ik nou fout, maar... Zo. En dan gaan we zo meteen de HEMA in, de HEMA in. Kijk, dan. Eventjes voor jullie weer eventjes een kleine sneak preview. Zullen we dan even hier kijken? Hier, daar zometeen. Helemaal leuk. Kijk dan. En er komt hier dus ook nog een uitgang. Kijk dan. Zo, je ziet me leuk. Alleen dit is een beetje een vervormd glas. Ja. Sorry, schat. Toch wel? Ja. En maar dit wordt dus en de uitgang. Ik ga even daar kijken. Dat is ook handig. Kijk. Ik ben echt totaal eventjes in mijn oriëntatie kwijt, maar dat maakt niet uit. Kijk dan. Ze zijn echt overal nog bezig. En hieronder ligt al de nieuwe vloer, zoals wat je hier kan zien. Deze. Deze ligt er al. Dat ligt echt overal. Maar wat wordt dit mooi. En dit is de HEMA. Ja, HEMA. Hier zijn ze dus ook weer bezig. Wauw. Het wordt nog groter, mensen. Ja. Kijk dan met lucht.
kikken. Na 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 na. Ja, ze zijn hier lekker bezig. Kijk, het wordt zo. Wat daar is, dat wordt dus ook daar gedaan. Wauw. Wittenburg, dit is Ruud Wels. Nou, het is nu 9:15. Hij zou dus om 10:00 open gaan, officieel. Maar ik krijg dus nou net te horen dat hij dus om 9:30 open gaat. En dat de koning dus niet komt. Ik weet het niet. Ik ga het zien en ik ga het afwachten. We gaan het gewoon meemaken. Waarschijnlijk is de opening hier waar ik dus nu sta.
Hij gaat knakken zo meteen, geloof mij. Pang. Het winkelcentrum is dus nu open. Ja, eens kijken hoe mooi het is geworden.
De pers is ook van de partij, want er staat hier AD. Ook gezellig, de AD. Het benijntje. Nou, weer dan even de AD in beeld. En dit is Spiek en Kloppenburg. En dit was vroeger namelijk de oude V&D. Dit was dus vroeger de oude V&D. Gaaf hoor. Nou, en ben je het een beetje kwijt, heb je hier dus allemaal mooie bordjes. Die kun je heel mooi volgen. En dan kun je ook niks kwijtraken waar je bent. Oké, nou hier staat iemand met een heel groot statief. Daar. Nog hoger. Hoe? Ik pak hem wel even voor je. Ja, ik ben ook gelijk aan het vloggen. Dus, oh, leuk. Ja, ik zit helemaal in de concentratie hoor. Ah, ja. Ja, dat maakt niet uit. Hoe groot is deze? Volgens mij kan die 8 meter. Oh mijn god. 8 meter. Ja, dat is beter dan een drone eigenlijk. Ja, dat is het zeker. Ja, lieve mensen. Ja, ik wil jullie heel graag vanuit de grond van mijn hart jullie bedanken. Dat jullie de vertrouwen hebben genomen om te kijken naar de hele serie Winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands. Helaas was dit alweer de laatste aflevering die ik voor jullie speciaal heb gemaakt. Dus vond je deze nou leuk? Ik zou zeggen, gooi vooral dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan, want blijf jij zeker op de hoogte met alles wat er nog online komt. En ja, laat gewoon een leuke reactie achter. Vond je het niks? Vond je het ook niks? Ook goed. Maakt mij niet uit. Maar ik vond het wel leuk om het speciaal voor jullie te maken. Dus ik wil jullie onwijs bedanken voor de vertrouwen. En ja, dit is helaas alweer de laatste. Dus ja, bij deze nogmaals, dank jullie wel. En tot de volgende aflevering van wat anders. Dus ik zou zeggen, wil je op de hoogte blijven? Blijf vooral kijken, abonneren, belletje aan, duimpje omhoog en reageren. En dan zien jullie mij heel snel weer terug bij een gloednieuwe aflevering. En sowieso bij de dagelijkse vlogs. Doei doei!